Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik had me eigenlijk helemaal voorgesteld dat ik bij een speeltuintje even lekker ging zoeken, vlakbij Daniel's school, want die ga ik straks ophalen van school. Maar er staat een hele grote kraan en een heel groot hek om dat speelveldje heen, dus ik kan daar niet zoeken. Dan zie ik hier ook een soort grasveld dingetje-achtig iets, dus dan ga ik daar maar even zoeken. Het is heel spontaan en ik zal jullie vertellen waarom. Ik leun lekker even op de tafel. Ik zou helemaal niet gaan zoeken. Afgelopen woensdag is mijn zoontje geboren, Noah. Dus we zitten in een rollercoaster van luiers en temperaturen en flesjes en huilende dingen. En Wilma zegt, waarom ga je er niet even lekker tussenuit? De kraamhulp is er, ik red me eigen wel. Ga er even tussenuit, heb je even een uurtje voor jezelf. Dus dat ga ik nu doen. Even een uurtje voor mezelf. Wish me luck. Eerst gaat je meteen bij. Oei. Dat is geen goed teken. Het eerste gaatje is meteen bouwafval. Ja, dat zou kunnen betekenen dat deze bult gewoon sloopgrond is geweest. Bouwgrond. Ja, dan kom ik straks zoveel troep tegen, dan is het bijna niet meer te zoeken. Maar we gaan het wel zien. Het is in ieder geval bouwafval. Nou, nog meer afval waar ik niet op gehoopt had. Nou, als dit de trend wordt, dan is mijn zin gauw weg. Nee, ik ben wel lekker bezig. Ik mag heel niet klagen. Nou, dat is ook niet echt waar ik op gehoopt had. Het is gelukkig de derde maandag van de maand of de eerste dinsdag van de maand. Ik weet het niet eens meer wat voor dag het is. Gekkigheid. Zo zie je me weer. Je moet nooit stoppen. Altijd doorgaan. Ook al is een plekje niet zoals naar je zin is. Je haalt er altijd wel iets vandaan. Oh, wat een mooie munt. Wat is het? Oh, 1 pound. Ach, kijk nou. 1 pound. Hartstikke leuk. Ja. Een Engels muntje. Prachtig signaal. Ja. Prachtig signaal. Het is een knoopje. Ja, had natuurlijk van alles kunnen zijn, maar nu is het een knoopje. Nou, zoveel dieper had ik niet hoeven graven. Het was maar een ondiep dingetje en dan ligt er ook nog maar net, denk ik. 2 eurotjes. Lekker hoor. Zou Bartje Goud altijd zeggen, hè? Lekker hoor. Het is altijd leuk. Nou, het is echt pittig zoeken hoor, voordat ik wat leuks gevonden heb. Batterijtje. Tenminste, ja, het is een batterijtje. Ik weet niet wat voor batterijtje, maar het is er één. Kijk, dit is nou wel weer motiverend, hè? Als je zo een beetje achter elkaar die muntjes raapt. Hé, wat is dat voor gek? Kijk, wat een gek kleurtje erachter zit. Dit is in ieder geval 50 centjes. Wat is dat? Het lijkt een soort plastic. Of zat er een sticker? Oh, er heb een sticker op gezeten. Die is er afgegaan door de weer. Vaccinelichtje. Jongen, 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 jongen. Altijd die vaccinelichtjes, hè. Je wordt er zo moe van. En ik weet niet waarom ze die gebruiken eigenlijk. Ja. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik zie al minimaal 2 muntjes.
hier. Altijd leuk. Kijk, dat zijn er in ieder geval weer twee. Zo, en het end, ik moet bijna stoppen. En dan komen de muntjes ineens allemaal tevoorschijn. Hij was er al uit, maar een eurotje. En als je dan ziet wat een verschil die euro's kunnen maken, ik pak jullie er even bij. Guldengeld is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. De ene is wat donkerder dan de ander, maar moet je kijken wat een verschil dit geeft. Hetzelfde veldje, hetzelfde grondje. Nou zal deze er veel langer gelegen hebben als deze. Deze is misschien wel van de week pas verloren en deze vorig jaar. Maar moet je kijken wat een verschil. Gigantisch, hè? Maar het is wel 4 euro. Hihihi. Ja, en ik moet nu. Want normaal deed ik al het geld altijd in Daniel's pot. Maar nu moet ik het verdelen, arme Daniel. Nou gaat het en in Daniel's pot. En in de pot van Noah. 2 spaarpotten. Dit was hem alweer. De dag van vandaag. Kort rondje. Even snel. Speeltuintje pakken. Muntjes rapen en weer opruimen. Gewoon eventjes lekker tussendoor. Gewoon even weg. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.